Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Vandaag in de opstelling Jan van Staar, René Wagelaar en speciale gast Jeroen van der Lely. Jeroen, welkom. Dankjewel. Ex-betaald voetballer moet ik zeggen. Ja. 72 wedstrijden gespeeld voor FC Twente onder meer. Tegenwoordig bijna student literatuurwetenschappen. Ja, voel je je vrijer dan ooit? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is toch wel een bepaalde druk die er vanaf is. Ja? Dus dat, bevrijd van een last. Ja, ja, dat klinkt een beetje zwaar, want er waren ook heel veel leuke dingen aan voetbal, hoor. Maar ik denk dat het studentenleven mij wel gaat passen. Dat ik je toelacht, hè? Ja. Ja. Jij was nooit echt een type wat paste in die wereld van de voetballerij. Rolexen, Porsches, gekkigheid, materialisme. De filosoof onder de voetballers werd je wel eens genoemd. Ja, dat stukje heb jij ooit geschreven, hè? Ja, maar dat kwam door de opmerkingen van anderen. Ja, ja, nee, klopt. Ik was niet de typische voetballer, denk ik, om het maar zo te zeggen. Maar het was voor mij ook wel een mooi moment om te stoppen. Jeroen was meer van de Solex. Ja. Vond die mooi. En Kutsi was dan K-O-E-T-S-I-E. Ja. Had die een t-shirt aan en dan Kutsi. Ja, die meeste hebben allemaal Maar nou stop jij met voetballen, ja. Jeroen. En dan heb je een zaakwaarnemer die altijd je belangen heeft behartigd op een goede manier. Dat is toevallig is dat René Wagelaar. Ja. Ergens een schuldgevoel dat je hem ook een beetje benadeelt? Ja, ik was wel zijn grootverdiener volgens mij. Dus, ja, nee. Nou, dat was je zeker wel. Nee, ik heb er over gehad met René en no hard feelings. Ach, tuurlijk niet, man. Nee. Want hij stopt dan als voetballer. Had je begrip voor die keuze? 15 jaar was Jeroen en ik moet niet vergeten, Dennis is een jaar ouder. Zijn broer? En zijn broer, Dennis van der Lely. En beide jongens vond ik erg talentvol. En met pa gezeten bij Van der Valk toen. En ik was erg blij dat ik ze allebei had, want ik dacht wel... Die gaan, dat heb ik ook gezegd in een interview in 2015 of zo. Ja. Van gaan allebei dik eredivisie spelen in de toekomst. Nou, Dennis door een knieblessure heeft dat niet gehaald. Was een linkscentrale verdediger, groot, sterk. En type Chabot van Groningen, die was echt ver gekomen. En Jeroen zag ik ook wel als rechtsback, te klein voor centraal. Maar ja, toen hij de eerste keer bij me kwam en zei René, ik ga erover nadenken. Ik heb daar geen zin in. Heb ik nooit aan Jeroen beamen gezegd. Nooit gepusht? Nee, ga ik niet doen. Want ik had wel in de gaten dat het zijn wereld niet was. En na 2-3 weken nadenken, toen wou hij toch nog wel weer. Ik zeg, als je het op kan brengen, dan kan je wel onafhankelijk maken voor later. Als je een jaartje of 5-6 volhoudt. Ja. Maar ja, ik zag al wel in 2016, toen het seizoen begon, dat hij een topjaar had gedraaid als linksback, vond ik. Dat was heel goed dat jaar. Ja. En toen kwam Haken met het bericht in het begin van het seizoen. We gaan met een echte linksback spelen, Jeroen. Jij moet het uitzoeken met Ter Avers aan de rechterkant. Ja. En ik ga een linkspoot op links. Nou, Jeroen zei dat is prima. Dus die verwacht een of andere Royce de Drent. Wonderback. Topper. En wie komt er? Swarovski. Of Trajkovski. 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 Die het hele jaar op de bank had gezeten. Die had nooit een minuut gespeeld. Het publiek kortste die man uit. En die zette die op linksback. En toen zag ik bij Jeroen... Ja, knapte er toen iets? Ik kan me dat nog wel een beetje goed herinneren dat ik toen wel een beetje de motivatie begon te verliezen. Dat ik dacht, ik vond het ook niet zo erg op een bepaalde manier. Dat ik dacht, nou ja, oké, prima. Weet je, dan gaat hij spelen. En ja, ik denk... Maar hij ging ook spelen, want in de Kuip werd hij alle kanten voorbij gelopen. En een week later, VVV thuis van Krooi twee keer binnendoor. En toen moest Jeroen weer. Ja. Ja, nee, Haken begreep het wel. Ja, maar goed, dat zijn keuzes van de trainer. We gaan het zo uitgebreid nog over jouw toekomstige en over het verleden hebben. Jeroen, nog heel even Jan over de voetballer Jeroen van der Lely. Was hij goed genoeg voor de Eredivisie? Ja, maar het is een combinatie van talent en karakter. En daar moet je echt alles voor laten. Nou, en goed, we hebben allemaal de indruk dat hij toch ook nog andere interesses heeft. En daar is hij intelligent genoeg voor. Ja. Dus dan moeten wij dat ook niet willen pushen. Dus dat moet vanuit jezelf komen. En de een wil kosten wat het kost slagen in het betaalde voetbal. Nou, hij heeft ook andere interesses. En dat moet je alleen maar onderschrijven, dat dat heel positief is. En als je die keuze kan maken, dan moet je die keuze ook maken. Want als je niet leeft als een monnik, want dat zeggen we vaak, je moet er zoveel voor laten. Ja, goed, dat ligt aan de een wat makkelijker dan bij de ander. Maar ik denk dat hij gewoon voor zichzelf de beste keuze heeft gemaakt. Ik weet niet of het dat is, Jan, wat jij zei, leven als een monnik. Hij leefde daar wel voor, maar het was volgens mij ook meer alles eromheen. Het hele, dus het leven op tijd. Geen alcohol drinken, niet roken uiteraard. Dat is alles er wel voor. Het is veel hard trainen wel, maar meer van alles eromheen moet gaan. Het is, je weet van alles wat hij vrijdag gaat doen. Ja, maar het was wel een combinatie van ook
ja, het leven als een monnik, zoals Jan dat zegt. Dat op een gegeven moment dan, vooral als het dan wat minder gaat, dan wel. Ja, dan mis je wel wat in je leven, weet je. In de zin van, dan laat je alles voor de voetbal en de voetbal gaat niet goed. En dan op zo'n moment denk je wel is eigenlijk wel... Er is meer. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Over meer gesproken, we gaan het zoals gezegd nog uitgebreid hebben over jouw leven en zoals het was. Maar volg je het voetbal nog? Volg je FC Twente? Heb je Twente zien spelen tegen Feyenoord gisteren? Ik heb stukjes gezien, ja. Ik begon te kijken, maar ik vond het niet een hele boeiende wedstrijd. Dus ik heb hem wel weer weggezet na een tijdje. Maar ik volg dat nog wel, want ik spreek nog wel af en toe Wout Brama bijvoorbeeld. Ja. En dan dat vind ik toch leuk om... Maar tijdverspilling om zo'n hele wedstrijd te gaan kijken? Hoe die gisteren verliep wel een beetje, denk ik. Als we die wedstrijd van gisteren even erbij pakken, René. FC Twente speelt 0-0 in de Kuip. Dat is prima, de luxe. Hè? Want ook Feyenoord kwam op een gegeven moment met de grotere spelers. Dus de organisatie die stond, aanvallend was het niet veel natuurlijk, hebben we gezien. Maar op dit moment, in de fase van de voorbereiding waarin we zitten, positief? Ja, ik ben positief verrast dat ze 0-0 speelden in de Kuip. Want van tevoren had ik wel verwacht dat Feyenoord nog een maatje te groot was op dit moment, omdat ze niet compleet zijn. Je mist Peri, je mist Danilo die we nog verwachten. Ja. Hè? Dat was papier, een goede spits. Jeremejeff was er niet bij als ervaring. Dan moest Daan Rots ook knappen. Ja. Nou, voorin hadden we verder natuurlijk Menig aan de buitenkant. Ja, en Czerny. Maar achterin, zoals het stond, ja, dat viel me wel echt mee hoe ze Feyenoord opvingen. En maar ze waren ietsje verdedigend dat spelen in het begin, vond ik Twente. Ja. Die de Feyenoord een beetje kon, maar die waren ook machteloos. Dus ik denk dat... Jouw speler Roemerato, die viel nogal op in positieve zin. Ja, het is erg alsof hij agressiever is dan de jaren hiervoor. Hij is heel sterk begonnen aan het seizoen. Hij is fris, hij gaat nu voor de kans natuurlijk. Hè. Je krijgt nu bij Twente als jeugdzijde, na jaren... De kans. Ja. Wie ik ook goed vond spelen, Jan Zerouki. Ja, een beetje onderschat altijd. Ja. Van gisteren vond ik hem echt outstanding. Speelde links op het middenveld. En wat je ook ziet, een keer balletje achter het standbeen om. Is gewoon een speler die wat extra's heeft. Hij lijkt een beetje op Boukari in zijn houding, in zijn spel. Een beetje aan de linkerkant hangend. Een beetje flegmatiek sommige momenten. Ja. Maar hij past al prima op dat middenveld op dit moment. Dus er zijn altijd spelers die in de voorbereiding dan weer boven komen drijven. Dus dat is hartstikke leuk, man. Maar leuk te zien, die jeugd. Dat hij de kans heeft. Nee, weet je wat het is? Kijk, we moeten ook wat milder zijn. Hè? Die jongens zijn allemaal overnieuw begonnen. Zijn net een paar weken in training. Zijn er nog een aantal niet bij. Ga je naar Feyenoord uit? Nou, goed, Feyenoord uit. Ik zag advocaat zitten. Die dacht dat hij op de camping zat. Ja. Die deed helemaal niks. Maar het was... Het zit te kijken. Hoogtepuntje Menig. Op de lamp. Ja, dat was hoogtepunt. Nou, en de keepers kennen zo die trui weer in die kast doen. Dat maakt helemaal niet uit. En, laten we heel eerlijk zijn. Laten we gewoon mild zijn. En die jonge jongens het voordeel van de twijfel geven. En zometeen over een maand moet het gebeuren. Ja. Maar het spanningsveld is er niet. Nee. Het is een soort veredeld campinghelftal. Wel Feyenoord meebracht. Twente georganiseerd. Verdienstelijk. Zeker voor de eerste keer in de Kuip. Nou, laten we hartstikke blij zijn. Een veredeld campingopstelling in de instelling waarschijnlijk. Ja, maar het was wandelen. Achterin was alleen maar jeugd. In het begin, hè? Het was wandelen en het was warm. Er zitten weinig mensen. En ik heb met Jeroen al over gehad. Of je nou 45.000 mensen onder competitie omstandigheden naar de Kuip gaat. En ze komen met z'n allen. Dan wordt het de laatste 3 minuten. Toen hadden ze er ook weer zin in bij Feyenoord. En dan wordt het lastig. Maar Twente gewoon heel positief. Ja, maar toch kan het een voordeel zijn. Want ook in de competitie zit die Kuip binnenkort over een maand niet vol, Jeroen. En qua druk. Ja, ik denk voor de jonge jongens zeker. Kuipvrees zeggen ze altijd. Hè? Ja, maar dat is volgens mij meer voor de thuisspelers. Ja, precies. Die daar niet mee om kunnen gaan. Nee. Maar had jij dat ook, Jeroen? Kuipvrees? Nee, nou, ik heb daar wel een paar keer een goede veegpartij gehad. Ja. Volgens mij 4-0 verloren, 5-1. Hoe zie jij de huidige strategie van Twente, de filosofie, Ik vind het wel goed om te zien dat er nu, het gaat weer een beetje back to the basic voor mijn gevoel. Met Ron Jans ook gewoon ik heb mezelf nooit meegemaakt, maar het lijkt me gewoon een leuk vent. Ja. Weet je, communicator. Ja, precies. En ik denk dat veel jongens daar wel baat bij kunnen hebben. Ja. De Ferrari's zijn er niet meer, het zijn allemaal nu polo's en gewoon golven en het is weer normaal, het is weer leuk. Het nieuwe normaal. Ja, gewoon de deur binnenlopen overal, het is weer niet vier met zo'n veetje die je tegenhouden. Nee. Wie bent u? Ja.
Gewoon normaal. Ja. Hey, en we pakken even Heracles er ook bij. Want die wonnen met 2-0 van Go Ahead Eagles. Had het ook lastig. Gezien. Had het ook lastig. Maar hadden het lastig, hè? Ja, Go Ahead, heel georganiseerd. Dan zie je ook een beetje de hand van Kees van Wonderen. Alles georganiseerd, dicht bij elkaar, linies op. En dan wordt het lastig om er doorheen te voetballen. Zeker in de voorbereiding. Want ja, Heracles heeft zeg maar, heel veel tijd besteed aan met name verdedigende organisatie. Geven weinig tot niets weg met die spelersgroep. Maar ja, dan kom je aanvallend vaak wat in de problemen. Dus dat is herkenbaar na 2 weken. Ja. Maar ja, goed, die hebben dan toch individuele kwaliteiten. Hè, met Van der Water een keer die dit doorheen gaat en dan is het klaar. Ze hebben wel ingeleverd, hè? Maar ze, ja, daar blijven we steeds bij. Van, nou ja, de spits was er nu pas 1 keer bij. Sinan Baki speelde mee, jouw opinie. Je kunt er niks van zeggen. Heeft hij het in potentie? Nou, hij werkte heel hard. Het is een wat geblokte spits. Het is een jongen die wel naar doel gericht is. Hè. Hij wil heel graag, maar ja, ze zakte in en dan zijn die afstanden heel groot. Maar de buitenkanten komen er moeilijk door bij Heracles. En de nummer 10 blijft natuurlijk toch nog even het probleem. Hè, want, dat vloed niet. Mauro was buitencategorie, hè, die daar speelde met Dessen samen. Ja. Ja, die zijn ze nu kwijt. Dus dat opvangen, ja, dat moet ergens anders gaan gebeuren. Dus dat is nog wel een puzzeltje. Type, hè? Ja, heel ander. Heel ja, ander, maar dat kan je niet vergelijken. Maar wel leuk om naar te kijken in ieder geval zo'n wedstrijd. Ja, je kunt er ook natuurlijk nog geen conclusies aan. Maar er moet toch wat bij, René? Ja, er moet nog wel wat bij. Ja. Net wat Jan zegt, ik vind aanvallen de middenvelden, daar moeten ze echt nog zien dat ze daar een goede kunnen halen. Want ik lees dat ze niet zo heel veel middelen meer hebben. Middel om wat te kopen. Ja, dat lees ik vanmorgen. Ze moeten ook wel een beetje oppassen. Kijk, die algemene directeur zei dat het stadion vol zit in september. Dat heb ik vorige week al gezegd, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dus die gaan echt wel een beetje merken straks financieel dat er wat problemen links en rechts gaan komen. Als het stadion met 3000 man maar bezet is. Dat wordt een moeilijk verhaal natuurlijk. Voor veel clubs, maar ook voor hun. Maar ze hebben Dessers voor een bak geld verkocht. Ja. Ze zullen nog wel wat in kas hebben. Nee, daarom. Ze kunnen wel even vooruit. Ja. En, maar goed, kijk, alle clubs hebben te maken met... Maar er zit geen frivoliteit in. Er zit geen... Heracles is niet nu dat je zegt, god, er zit een Mauro, weet je wel, die iets speelt van de Waarde. Ja, dat is een beetje opportunistisch. Het zijn momenten. Ja, zijn momenten. Ja. En Bakies moet nog winnen. En is Twente, het is ook al vroeg, hè? Is Twente, als je kijkt naar wat er nu binnen is en wat er binnenkomt, hè, Twente krijgt Danilo er nog bij, Piri komt terug. Is Twente beter dan Heracles qua selectie? Jeroen? Ik heb echt geen idee eigenlijk. Part-time analist? Ja, nee, ik heb... Heracles zit in Almelo. Ja, dat is goed dat je het zegt. Nee, ik heb Heracles eigenlijk niet echt bekeken. Je hebt het nog niet gezien? Nee. Maar jullie... Nee, Heracles is wat volwassener. Ja. Kijk, die hebben op een aantal posities hebben die gewoon wat meer body. Die hebben ook wat meer spelers die al Eredivisie ervaring hebben. Ja. Dat is misschien het geheim. Prupper is een echte leider daar, hè? Prupper speelt erg goed achterin. Ja. Kijk, en nu hoor je, de mensen horen nu ook hoe hij in de coaching is. Hè? Hij is fysiek in orde, dus hij straalt ook echt als leider. Daar staat ook wel wat. Maar goed, normaal hebben ze een topkeeper. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Dus de as over het algemeen is daar goed bezet. Maar Heracles is wat ouder over het algemeen. Maar wat herkenbaarder nog. Maar dat kan je van Twente nog niet verwachten. Want die zijn net bij elkaar met een compleet nieuw elftal. Dus laten we daar heel voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Maar ik denk dat Heracles gewoon wat stabieler is op dit moment. Ja, ietsje. Ja. Dat denk ik wel. Ietsje wat meer ervaring. Ja. Jeroen, zoals gezegd, we komen even bij jou terug. Hè. René zei net al op een gegeven moment in 2016, toen knapte er een beetje. Maar daarna heb je jezelf wel weer opgericht en heb je nog een aantal leuke, goede wedstrijden gespeeld voor FC Twente. Waar kwam het besef dat je eigenlijk niet geboren was voor deze wereld, voor deze voetbalwereld? Dat je eigenlijk in je achterhoofd iets had van ik kap ermee, ja, met denk die onzin. Dat al was de eerste keer dat ik ermee stopte, toen ik van de junioren naar de senioren ging. Toen twijfelde je veel. Ja, precies. Ja. En toen ben ik nog wel eens teruggekomen en ook heel blij mee achteraf. Maar ik denk dat er altijd wel iets in mijn achterhoofd zat van ik weet niet zeker voor hoe lang ik dit ga doen. Nee. Ik had nooit in mijn hoofd van, ik ga tot mijn 35e voetballen. Nee. En dan kom je op de training, kom je Promes tegen en Tadic, dat waren jouw medespelers. Ja, toen dacht je van, wat doe ik hier? Ja, een beetje wel. Want toen kwam ik van de jeugd en dan speel je altijd tegen leeftijdsgenoten. En dan gaat dat je wel goed af. En dan mocht ik een keer met de eerste mee trainen. Nou, en toen werd ik de eerste 2 keer goed voorbij gelopen. Dus ja, dat was... Wie was dat? Dat was Promes. Ja, geen schande, kan ik je melden. Nee, die heeft wel ver geschopt. Dus. Nee. En later kom je natuurlijk ook tegen spelers te staan die je wel in je zak hebt. De El Ghazis van deze wereld. Dus je laat het... Ik ken Dennis beter. Bij tijd en wijle laat je het wel zien. Maar was er wel die intrinsieke motivatie om er alles uit te halen? Ja, als ik erop terugkijk, denk ik dat ik 1 jaar wel goed heb gepresteerd. En dat was ook het jaar dat ik wel gemotiveerd was. Toen ging het als team ook lekker, weet je. Dus dan is het mentaal ook allemaal wel makkelijker en leuker. Ja. Weet je, de resultaten zijn er dan ook. En ja, toen had ik wel iedere wedstrijd echt zo van, ik ga ervoor, vertrouwen. Ja. Maar dat was ook het enige jaar dat het echt stabiel was en echt goed liep wel. Ja.
Maar ja. Voelde je over het algemeen, voelde je te veel druk? Ja. De hele wereld kijkt mee tussen aanhalingstekens? Ja, ik denk vooral dat het jaar daarop, toen ging het wat minder en toen degradeerden we uiteindelijk ook. En ja, dan iedere wedstrijd op een gegeven moment komt zoveel druk op te staan. En daar had ik wel last van. Ja, ook gewoon in mijn dagelijks leven. Dat ik al een dag voor de wedstrijd, dan zat ik al thuis en echt de hele tijd aan die wedstrijd te denken van morgen. Van, we moeten wel, we mogen niet verliezen, weet je. En, hoop je dan op de reservebank? Ja, ik denk ergens dat ik heb wel wedstrijden gehad dat ik blij was dat ik niet speelde. Ja, vooral er kwamen ook spelers binnen, joh. Ik weet nog wat jij een keer zei. Goh, die trainer uit het buitenland, we hebben een nieuwe trainer, dit en dat. Hè. Maar dat was Ricardinho, weet je nog? Maar die was dan 35, maar die zag er al wat ouder uit. Ja. Maar dacht jij dat er een nieuwe trainer was? Ik kan me nog herinneren. Maar dat was een linksback ook. Ja. Die ging ook. Ja. Die had ook iemand opgehaald, ik weet niet meer. Buitenland, maar dat was wel een linksback die daar ging spelen. En Jeroen had het ook wel gekund, volgens mij, of niet? Hij heeft maakte wat foutjes, dat mogen we zeggen, Ricardinho. Ja. Maar ik vond altijd wel een goede speler. Ik keek wel graag naar hem. Ja, precies. En uiteindelijk dan ga je nog even naar Denemarken, Ventsyssel. Ja. Heb je daar nog iets van levensgenot gehad? Ja, het leven in Denemarken was heel leuk. En ik ging daar ook met een teamgenoot naartoe, Jelle van der Heijden. En ik had daar wel goed naar mijn zin. En in het begin liep het ook goed, ook voetballend gezien. Maar op een gegeven moment ging het wat minder de prestaties met het team. En je merkte dat het team daar wel heel, Ventsyssel wel heel graag promoveren. Maar alleen de nummer 1 promoveerde. En ze hadden de eerste 5 wedstrijden verloren. Dus dan sta je 15 punten achter. Dat, dus dat werd heel lastig. Maar geen 30.000 man? Nee, absoluut niet. Ik denk een mannetje of 1.000 op de tribune. Maar, toen op een gegeven moment waren daar ook dat de technische directeur soms de kleedkamer binnenkwam. Dat ik dacht van, jezus, we hebben net een wedstrijd 0-0 gespeeld, weet je. Dan was hij wel gewend. Wat zei hij? Dan hadden we één keer, weet je, dan hadden we 5 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En daarna één keer een wedstrijd 0-0 gespeeld. En het was gewoon echt een slechte wedstrijd van ons. En dan deed hij alsof de wereld verging. Ja, precies. En daar kom ik altijd slecht tegen. En toen op een gegeven moment, ik moet ook zeggen, daar kreeg ik een beetje hetzelfde. Dat ik dacht van weet je, het leven is hier leuk, maar het voetbal, ik weet niet is of dit ik... Alles? Beetje op die manier. Ja. De mentale component, Jan, is belangrijk in het voetbal. Ja. Je moet tegen de druk bestand zijn. Jij was vroeger een type die vloog erin en die trok zich nergens uit van aan, of wel? Nee, als ik dat zo terug... Ja, het was een andere tijd, dat is logisch. En je groeit op de straat en dan heb je talent om te voetballen. En dat zien een andere ere dan dat je dat zelf ziet. Maar dan kom je in een cultuur terecht waarin je eigenlijk allemaal hetzelfde bent. En dat heb hij ook. Hij is dan een beetje een buitenbeentje aan het worden. Doordat hij over nadenkt, hij heeft andere interesses. En als je in het voetballen zit, daarom zei ik al, leef als een monnik. Maar je bent natuurlijk altijd heel gericht naar het resultaat. Ja. En naar je eigen prestaties. En dan moet alles voor wijken. De familie, de verjaardagen, de vrienden, alles op die weg. En dat is een opgave. Dus als je dat niet op kan brengen, met name als je er dan niet in staat of als het wat minder waard, dan gaat hij daarover nadenken. Maar ik had hem bijvoorbeeld heel graag bij Go Ahead gezien. Ja. Als type speler. Ook bij die club daar, het is dan wat allemaal wat vrijer, wat vrolijker, wat gemoed. Hè? Dat gevoel had je altijd. Ja. We hebben er wel eens over gesproken. Dat zou voor Go Ahead geweldige type zijn. Heb je dat toch overwogen om op een iets lager niveau in Nederland, eerste divisie? Dat was eigenlijk toen ik naar Denemarken ging, toen zat ik wel mijn opties te bekijken, maar er waren niet heel veel opties om eerlijk te zijn. En ik had wel eventjes contact toen met Go Ahead en toen dacht ik ook nog van misschien dat wel leuk is. Ja. Maar uiteindelijk kwam Denemarken en Go Ahead, die gingen voor een andere volgens mij. En dus toen Denemarken was eigenlijk een beetje dat ik dacht van oké, dit is het laatste wat ik probeer en kijk of het nu nog goed gaat lopen en of ik het plezier terugvind. Ja. Ik heb het toen wel overwogen, maar Denemarken was wel een mooi avontuur. Weet je wat mooi was, hè? Toen hij gestopt was, belden allerlei clubs, echt waar. Hè? Ja. Spanje, Frankrijk, Oostenrijk. Hij zegt, zeg maar dat ik ondergedoken ben in Spanje. ik ben er even niet, zei hij. Niet meer reageren. Ja. Ik moest lachen, ik kon overal in één keer naartoe. Ja. Maar dat zegt wel genoeg, hè, dat je er echt klaar mee was dan. Dus ze kunnen jou ook nog bellen, hè? Jij bent ook gestopt, pas op. Ik ben gestopt, maar gestopt door een blessure. Ik hoop over een maand weer mijn rentree te maken, want ik ben onverbeterlijk. Maar goed, je gaat nu dus studeren. Ja. Is het van de baan dat je überhaupt nog ooit ergens gaat voetballen? Of ga je op amateurniveau? Ik denk dat ik op amateurniveau wel weer ga voetballen. Want ik heb ook even meegetraind bij de Zweef, bij het team. Je eigen Zweef van vroeger Precies. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Weet je, gewoon nog steeds, voetbal blijft heel leuk. Ja. Alleen ik moet nu even kijken, gewoon omdat ik
half in Utrecht zit straks en half hier in het oosten nog. Dus, wat wil je? Je gaat literatuur, wetenschappen, dat is klopt, een breed begrip. Ja. Wat wil je precies studeren en wat wil je later worden? Ja, ik weet niet zo goed wat ik later wil worden, maar dit gaat heel erg over... Wat wil je later worden? Ja. Dit gaat heel erg over... over boeken en een beetje, ja, en dat vind ik wel heel leuk en interessant. En eigenlijk kijk ik wel wat eruit komt. Ja, ja dat is inderdaad, we gaan dat zien. Hij gaat in ieder geval in een goede stad studeren. Ja. Dat is wel. Dus daar is wat te doen. Ja. Nou, nee, maar ik sta er volledig achter bij hem. Dat lijkt me ideaal. Waar moet hij zich vooral melden? Wat zijn de hotspots om het leven te vieren? Ja, dat is een breed begrip. René, dan kan hij bij jou bellen volgens mij. Ik leid hem wel even. Ik graag eerst stemmen. Ja, het café van Henk Westbroek moet je sowieso. Ja, natuurlijk. Het is verkocht, hè? Ja, Henk is verkocht. Maar dat café is er nog. Maar ik ga wel even met Jeroen even rondje doen in september. Ga je er naartoe, hè? Ja, klopt. Ja. En nog, we hebben vorige week, er ligt hier het nieuwe shirt van FC Twente. Vorige week hebben we het combinatieshirt van de jeugd hebben we niet besproken. We zaten in tijdnood, dat zitten we nu ook weer. Maar heel even, Anton Brugge, ik zei al, ik wilde daar wat over zeggen, want ik vind het hondslelijk. Jouw mening? Ik heb er al genoeg over gezegd. Oh, je hebt er genoeg over gezegd. Ik durf er niks meer over te zeggen. Ik heb gekeken en ik wil het nooit meer zien. Nee, lapjes katten. Oh, wat erg. Ik heb het niet gezien. Nee. Het is niet om aan te gluren. Het is maar beter ook, hè? Ja, niet kijken. Gaan ze nog een ander weer maken, of weet je er niks van gehoord? Ik hoop van wel, want het ziet er echt niet uit. Dat mogen we zeggen. Dat is het design daar kunnen we weinig positiefs over vertellen. Maar goed, hoe dan ook, we gaan het wel meemaken. Jeroen, ik bedank jou in ieder geval voor de aanwezigheid hier. Leuk. Viel best mee, hè? Ja. Ja. Hij had nooit zo heel veel zin. Ik heb hem al eens gevraagd. Had hij nooit zo heel veel zin? Nee, om hier te zitten. Nee, een beetje. Ja. Dan heb je altijd borden in de mond, dat is niet anders. Ja, dat zie je nu ook weer. Ja. Ja. Nee, ja. Maar jij had niet zo heel veel zin. Jij wou liever. Nee, ja, toen ik altijd nog voetballer was. Nee, helemaal niet. Klopt. Helemaal niet. Maar we hebben laatst een keer gesproken. Dat was een leuk gesprek, omdat jij verder kijkt dan een balletje binnenkant paal. En waar het over het geloof. Jij gelooft niet, vertelde je. Nee. Je bent meer een agnost, dat gaat nu jou. Pet de boven waarschijnlijk. Nee, ik geloof ja, ja. Ja, ja, jij gelooft. Jij bent Rooms-Katholiek opgegroeid? Ik ben katholiek. Ja, ben je nog praktiserend? Ik ben misdienaar, acolyte, ik ben alles geweest vroeger. Maar nu bedoel ik? Nog steeds. Ja, dat ben ik niet meer. Ben jij nog praktiserend? Ik heb me niet voorstellen. 100%. Ja? Nou, ja, echt waar. Ik word ook weer verrast. Zit je in de kerkbank elke zondag? Nee, maar nog wel eens zo. Als ik even een momentje zoek, dan ga ik naar binnen. En dan, maar nou weet ik wat jij denkt, Jan. Je denkt, hoe vaak zal die waarschijnlijk niet in die biechtstoel zitten? Ja. Nee, maar dan komt er het predicaat van Zaakwaarnemer en dan denk je, oh, dat zal ook wel zo'n vent zijn die alleen maar... Ik vind het wel mooi, het geloof zo. Ik denk dat het wel eens goed is dat mensen zich wat meer interesseren in hem. Ja. Maar dan niet alleen die buitenkant, want die is altijd vrolijk en je kent het allemaal wel. Ja, ik vind het wel mooi. Nee, nou ja, Jeroen is niet voor niks bij hem altijd gebleven. Er zit gewoon een de huis spirituele persoonlijkheid in je. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dit bijvoorbeeld leuk om vast te leggen dat dit nu op band staat, dat wij hier samen hebben gezeten. Dat vind ik bijvoorbeeld leuk. Ja. Achterliggende gedachte is dat. Precies. Dat mooi voor later. En op het oog denk je dat zijn twee verschillende types. Maar dat valt best mee, dus Jeroen. Je kon het ook goed vinden met René, omdat je spiritueel op hetzelfde niveau zat. Nou, dat weet ik niet zo goed. Nou, dat weet je niet. Maar wel gewoon normaal. Was gewoon goede band. Klopt, absoluut. Dan heb ik met veel meer jongens, maar dit was prima. Het was gewoon te lachen. Het was niet alleen de zaak waar we mee spelen. Nee. Meer dan dat. Gewoon goed voor zorgen dat hij goed treedt. En ik ben blij dat hij nu sowieso heeft hij het financieel. Heeft hij het leuk voor elkaar. Hij kan nu verder in zijn leven. Hij gaat naar studeren. Hij kan een appartement kopen of een studiootje in Utrecht. Dat is al heel wat tegenwoordig, Jan. Ja, dat kost ook in een beetje. In die dure stad van jou. Ja, hele dure stad. Nee, maar dat is prima. Slim gezien. Als ik ze allemaal zo achterlaat, is dan teken ik ervoor af. Goed. Wie hebben we volgende week, René? Nog even, help ons nog even. Jack Spijkerman. Broer van Henny. Ja, broer van Henny. Jack Spijkerman. Ja. Hebben we volgende week. Komt. Dus dat weten we Jack weten. Is de volgende week. Voor deze keer, Jan, bedankt voor de gast. Graag gedaan. René, bedankt. En Jeroen, bedankt. En heel veel succes met je studie. Dank en je misschien zien we je nog op de regionale voetbalvelden. We gaan het beleven. Dankjewel. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd. Volgende week dus Jack Spijkerman. Tot dan. Tot ziens.